Welkom bij First Class. Vandaag zal ik een gerechtje maken voor jullie. Carpaccio met coquilles en knolselder. We beginnen met de knolselderpuree. Dus de knolselderpuree die gaan we gaan aanmaken met zure room. Dus we nemen eigenlijk 2 eetlepels knolselder. We nemen 1 lepel zure room. Gaan we mooi gaan mengen tot een homogene massa. En die puree die gaan we mooi al op het bord doen. Dus we nemen een ring, mooi in het midden van het bord leggen. 1 eetlepel aangemaakte knolselderpuree. En met onze lepel gaan we die mooi rondom rond uitstrijken op het bord. Hier hebben we fijn gesneden knolselder. Die hebben we mooi in julienne gesneden. Dat gaan we frituren op 160 graden tot de knolselder mooi goudbruin is. Die hebben we heel mooi goudbruin gebakken. Dan gaan we hem lichtjes zo in een hoopje leggen. En die leggen we nu op vetvrij papier. Afkruiden met een klein beetje zout. Nu gaan we de coquilles snijden. De coquilles die hebben we zelf opengemaakt. Die kunt u terugvinden op firstclass.tv. Dus we nemen een scherp mes. We gaan eigenlijk de coquilles mooi in fijne plakjes gaan snijden. Allemaal dezelfde dikte. Het beste is eigenlijk dat je eigenlijk een mes neemt die eigenlijk zeer stevig is. Zodanig dat je mes eigenlijk niet te veel beweegt als je aan het snijden bent. En ik maak ook geen zaagbeweging, maar ik ga eigenlijk recht naar beneden. Nu hou de coquille mooi op het bord. Dresseren op de puree. En de steker. De steker die mag eraf. Dan aankruiden. Nou, de coquille gaan afkruiden met een klein beetje grof zout. Wat citroensap. Wat olijfolie. Dat is eigenlijk een neutrale olijfolie dat ik gebruik. Zodanig dat de coquille eigenlijk niet overheerst wordt door de olijfolie. Want coquille is op zich een zeer nobel en zeer lekker product. Dan gaan we gaan afwerken met de knolselder die gefrituurd is. En dan hebben we hier bilperknollen. Dat is een Zwitserse kaas die eigenlijk gewassen is in zwarte peper. Dus ik heb eigenlijk geen peper gedaan op mijn coquilles, maar ik ga eigenlijk de kaas gebruiken als peper eigenlijk. Indien je geen bilperknollen hebt, kunt u dat natuurlijk gaan vervangen door eigenlijk parmezaan. Want parmezaan is ook een zeer pittige kaas. Carpaccio van coquilles. Coquilles van bij ons uit onze Noordzee. Met knolselderpuree, gefrituurde knolselder en bilperknollen. Smakelijk. Tot de volgende keer.